Naast mij staat inmiddels Jan. Jan van der Baan, die ook graag wil kunnen bedienen. Dus die zorgt even dat hij de klikken krijgt van Cindy. Ik moest heel erg lachen. Wij spraken elkaar eergisteren even over de telefoon. En toen vroeg ik, ja, maar wat ben je dan eigenlijk? En toen zei je, ja, ik ben sinds 1 april officieel bevercoördinator. Nu heb ik in de voorbereiding al het een en ander aan beverjargon meegekregen. Maar deze kende ik nog niet. En volgens mij betekent dat, Jan, maar dat mag je zelf vooral verder uitleggen, dat je nu ook echt dedicated dit werk gaat doen om te zorgen dat wat Cindy net vertelt, die enorme impact die we al hebben, maar die we ook nog meer zien aankomen op onder andere het werk wat jij doet bij het waterschap, goed te gaan coördineren. En volgens mij is er het een en ander te doen en ga je ons ook laten zien hoe dat eruit ziet. Dus geef ik jou graag het woord, Jan. Ja, dank u wel. Jan van der Baan, Watersport Delta. Ik had ervaring met 30 jaar plaagdierbeheersing, dus ik ben altijd in de bestrijding bezig geweest. En vorig jaar kregen we een casus, bevers. En ze zeiden van Jan, die ga je maar aanpakken en we gaan maar zien waar het schip strandt. Want er was bij ons gewoon helemaal niks geregeld. Dus we zijn daarmee aan de gang gegaan en we zijn gaan kijken wat er speelde. Nou, we hadden schade aan een weg. De eerste constatering van die bever was in 2019. En wat bleek? Geen actie, want er was geen reden, er was geen protocol, er was geen ontheffing. We mochten gewoon niks, want het was een beschermde diersoort. Dus we hadden gezegd van nou, we gaan het monitoren, we gaan hem in de gaten houden en we doen er niks mee. In 2019 hebben we wel gekeken, het waterpeil verlaagd om de schade in het najaar te bekijken wat er aan de hand was in die sloot. En op 3 plaatsen waren de gangen gegraven in de berm. En op 1 plaats was het ingezakt en hebben we aangevuld met reepak, want ja, we mochten gewoon niks doen. En er kwam geen verdere schade in beeld en daar hebben we het bij gelaten als waterschap. We hebben, zeg ik eerlijk, we hebben zitten slapen met z'n allen. In maart 2021 was de zaak weer ingezakt naast de weg en dat was ongeveer 1 meter of 4 naast de watergang. We hebben de zaak opgenomen, wat is er aan de hand? Ja, die bever zit daar weer. Hij is denk ik weer aan zijn burcht aan het bouwen om straks weer een nest te gaan maken. Schade hadden we, ingezakte kant, veel vraatschade aan de wilgen, aan het natuurgebied en tegenover, een gebied wat aangelegd was door de provincie. Duidelijke wissels in het natuurgebied, er waren meerdere bevers aanwezig, het was duidelijk toonbaar dat die er zaten. Het beverprotocol, dat was inmiddels geregeld bij ons. Ontheffing hadden we op 4 maart, hadden we ontheffing gekregen om aan het werk te gaan volgens het beverprotocol, maar een week later was er weer al bezwaar ingediend. En was de zaak ingetrokken. We hebben de schade in beeld gebracht en we zijn in gesprek gegaan. Hoe gaan we dit oplossen? In mei kregen we na een lichte storm kregen we de eerste melding, er hangt een boom scheef. Precies op de plek waar de burcht gebouwd was. Hoe gaan we dit oplossen? 24 mei melding gedaan om in actie te komen. We hebben de omgevingsdienst, de provincie heb ik erbij gehaald, in gesprek geweest. Muskerattenbeheer, onze ogen in het veld die alles registreren voor ons, hebben erbij gehaald. De zoogdiervereniging, waterschap Rivierland, want ik had geen ervaring, ik wist van niks. Registratieformulier ingevuld volgens het beverprotocol en waterschap Hollandse Delta bij ons intern melding gemaakt van wat er aan de hand was en wat mogen we. Het was in de zoogperiode dat er jonge bevers op zaten en we hadden een probleem. Dit formulier wat in het beverprotocol staat, wil ik jullie allemaal op nadrukken. Ga dit allemaal invullen en zorg dat het bij de faunabeheerseenheden ingevuld wordt en dat we registratie krijgen van schades. En probeer zoveel mogelijk die schades ook in beeld te krijgen. En doe dat ook met z'n allen, want anders krijgen we niks van de grond in Nederland over beverbeheer. Wat een locatie aan de Brinusweg. Het was het geluk dat we daar een doodlopende weg hadden. Alleen het enigste verhaal was, we hadden 2 gemalen, een heel groot ingaatgemaal voor ons eigen watersysteem en een uitlaatgemaal. En er lag een windmolenpark. Hoe gaan we daar naartoe? Want die bever zat onder de weg, maar we wisten niet wat de schade was. Toen hebben we met de provincie aan tafel gezeten en we hebben de provincie hebben we toestemming gekregen, schriftelijk, vrijdags, dat we aan de gang mochten terwijl de bever jongen had in de burcht. Wat dus in alle instanties zeg maar, verboden is om aan het werk te gaan. Maar we hadden het voor elkaar. We gaan er wat aan doen. Want het was op veiligheid en we konden aan het werk. Overgang zijn we naar uitvoering gegaan. We hebben de zaak volgens het beverprotocol moesten we handelen als een hoofdwaterkering.
Dat was, bleek dat het in het bevenprotocol gelukkig wel omschreven was. Als er schade was onder een weg, dus aan onze infrastructuur, aan onze assets, dan mochten we handelen volgens de hoogstaatuitkering. Dit had in dat we de burcht open mochten leggen en bij constatering van bevers, jonge bevers, moesten de burcht verlaten. Deze actie heeft bij ons 6 weken geduurd. 6 weken zijn we aan het graven geweest, elke keer. Hebben de bever de kans gegeven om zijn jongen te verplaatsen. Want een bever verstoort die, zeggen ze. Nou, we hebben aangetoond in heel deze casus dat we niks verstoord hebben. De aanwezigheid van de bevers, die zagen we steeds. En we zagen dat er 2 oudere bevers waren. Er waren 2 jonge bevers van het jaar ervoor. En we hadden 2 jonge bevers van dit jaar gezien. 2 juni zijn we gaan graven. Langs de weg hebben we de zaak open gegraven. En we kwamen dus diverse holen tegen die onder de weg gingen. De weg hadden we ook volledig afgezet. We hadden voor het publiek alles afgeschermd. Zelfs ons bestuur was niet ingelicht in verband met partijen die voor de natuur en ecologen die bij ons zijn. Want we willen deze casus, hadden we ingezet, van we gaan met z'n allen een casus neerzetten om te bewijzen dat we die bevers niet verstoren en dat we de kans kunnen geven in de zoogperiode om veilig het nest open te maken. En onze infrastructuur gewoon weer in orde te maken. Nou, alle acties hebben we. De omgevingsdienst is alle dagen aanwezig geweest bij ons. De provincie is alle dagen aanwezig geweest. Muskerattenbeheer, mijn collega Martin de Bruin is altijd aanwezig geweest. En ik ben zelf er altijd geweest. Er was ook een eis die er was. Er was ook een eis van de provincie dat er een fotograaf aanwezig was. We hebben alles vastgelegd. We hebben ook camerabeelden gemaakt, ook met wildcamera's. En we zijn begonnen met vrijgraven van de burcht. De burcht was bewoond, dus we moesten met rust laten. Dat hadden we ook afgesproken. Tweede actie was verder graven. 2 jonge bevers aangetroffen. Hoe gaan we nu verder? We moeten 2 met rust laten. We moeten die bever de kans geven om die jongen te verplaatsen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat bewerkstelligen? Derde actie, we gaan weer verder graven. De jonge bevers weer aangetroffen. We zijn weer gestopt. Want dat was de afspraak. De provincie, we gaan die bever de kans geven om te bewijzen dat we dus veilig een nest open kunnen maken. 4e actie, bever met jongen verlaat de burg tijdens de graafactie. De provincie had na 6 weken, hadden ze het wel een beetje gehad met ons, van joh, we gaan een keer optreden, we gaan een keer verder en we gaan nu doorzetten. Toen lag de weg ook al gedeeltelijk open. En wat was het punt? We hadden het idee dat er 2 jonge bevers op zaten en we zagen op een gegeven moment zagen de oude bever met de jonge bever in zijn bek zwemmen het nest verlaten. Toen hebben we het 2 uur met rust gelaten en we hebben de bevers geobserveerd met z'n allen. En we zagen dat de bever elke keer een jong wegbracht door een duiker heen, ongeveer 50 meter verder. En die bracht ze daarbij een willig. We zijn na ongeveer 1,5 uur zijn we bij die willig gaan kijken. En wat bleek, deze bever had 5 jongen. Terwijl wij er wisten, hij had er maar 2. Dus we hadden zo voorzichtig gewerkt al die weken, dat de jongen nog steeds leefde. De bever woonde er nog steeds. En hij was nu zover, ja, nu moet ik echt gaan verhuizen. En hij heeft ze ook verhuisd. Dus we hebben ook aangetoond dat hij ze veilig kan verhuizen. En ze zitten er nog steeds. Dus dat bleek dus dat op het kleine stukje sloot van 100 meter 9 bevers zaten. 2 ouderen met 2 jongen van het vorig jaar en 5 jongen van dit jaar. Het bevenprotocol waar we mee te maken hadden, dat was niet opgestemd aan de ontheffing. Wat bleek vrijdags toen we aan het graven waren, de provincie werden gebeld, direct stoppen. Wat is er aan de hand? De ontheffing gaf niet aan dat wij mochten graven onder de weg. In het bevenprotocol was het goed beschreven, alleen de ontheffing die er was of de opdracht die we hadden, was niet overeenstemmend met het graven onder de weg. Hoe gaan we daarmee verder? Vrijdag zijn we naar gedeputeerde staten nog geweest in Den Haag. Die heeft de handtekening gezet voor ons, van jullie mogen verder. Want het kan niet verder zo, want het is veiligheid waar we mee bezig zijn. De weg weer opengesteld voor het publiek. Nou, overleg met onze wegenafdeling, want er was nog meer aan de hand. Want we hadden geconstateerd dat er nog meer holen zaten. Overleg met de gemeente, of over de omgevingsdienst, Muskerattenbeheer. En de conclusie was, we laten de weg scannen, want we hadden afgesproken met z'n allen, we gaan alles uit de kast halen om te bewijzen wat is hier aan de hand. Dus we hebben een wegenscan ingehuurd. We hebben de weg laten scannen om te kijken of er nog meer holen zaten. Nou, de wegenscan die we gedaan hebben, daar is mee aangetoond dat het niet werkt. Dat kan ik ook iedereen gewoon zeggen. Een wegenscan maken op beverholen of onderweg met fundering, kan je niet zien waar bevers zitten. We hebben dat later hebben we het waterpeil verlaagd, ook via de opdracht. We hebben alles met de provincie gedeeld en gemeld. Elke actie die we deden,
hebben we met hun gedaan en in schrift en gewoon opgezet wat we aan het doen waren. Het resultaat was nog 6 plaatsen in dat stukje weg waar die bever bezig geweest was. Toen zijn we gaan graven. Wat is er aan de hand? In samenspraak met de aannemer, de locatie is opgegraven in de berm. Eerst kijken hoe ver gaat hij inderdaad onder de weg zitten. We hebben de weg opengemaakt, de constatering van schade, deze in kaart gebracht. Op 4 locaties was dit het geval, waren nog 3 bomen ondermijnd. En totaal waren er 7 populieren hebben om moeten zagen die door de bever aan de onderzijde afgeknaagd was. Het blijkt dat de bevers, als die in de sloot graven richting een weg en er staan bomen, dat ze toch die boom als veiligheid ondermijnen en daar gaan zitten. Nou, in overleg met de wegaannemer zijn we verder gegaan met het openbreken van de weg. Was in de lengte van de weg was er denk ik over een 80 meter was er een verbinding gemaakt tussen alle burchten die onder de weg zaten. We hadden een klikmelding gedaan en wat bleek, in die klikmelding stond niet de kabel van de marine, dus die hadden we ook te pakken. Dus de marine stond met een bus binnen een half uur naast ons, wat zijn jullie aan het doen? En de conclusie hebben we alles, nog een complete burcht onder de weg, meerdere gangen gevonden. En de weg was instabiel, want dat was het probleem. We konden niet met materiaal naar achter, het was gewoon te gevaarlijk geworden. En we hebben de weg daarna gewoon grofweg weer helemaal hersteld. We hebben allemaal foto's vastgelegd. Hier zie je dus dat we de boom afgezaagd hebben. Op de tweede foto zie je dat we de burcht opengemaakt hebben. We kwamen de volgende morgen. Hij had hem al helemaal weer dichtgesleept. Hij had hem dichtgesmeerd, want zijn jongen zaten daarachter. We hadden de jongen echt op een meter afstand, die hebben we ook gezien daar. De sporen werden, hij was gewoon ja, superactief daaromheen. Nou, de diepte van, je ziet wel, hij zit gewoon 2 meter onder de weg. En de provincie staat er ook bij om foto's te maken om het vast te leggen. Nou, we hebben de zaak afgesloten, geen publiciteit aangegeven op dat moment, geen pers ingelicht, nog steeds niet. De volgende acties gaan we wel uitwerken, maar we wilden gewoon iedereen aantonen van wat kunnen we nou wel en wat kunnen we niet volgens de regels. Want we waren hier gewoon dingen aan het doen die officieel niet mochten. We hebben wildkamer opgehangen en we hebben gegraven en gegraven en we zijn echt 6 weken aan het graven geweest. Wat is hier aan de hand? Nou, je ziet hoe diep dat hij onder de weg zat. En er waren complete burchten onder de weg gebouwd. We zijn steeds, je ziet dus dat hij elke dag de zaak dichtbouwde en dan konden we weer verder. Nou. Hier zie je de diepte dat water, de jonge bever ook tevoorschijn komen, zijn we in de bovenste foto. En we hebben steeds de kans gegeven dat hij richting de sloot eruit kon. En dat hielden we ook zeg maar, met z'n allen in de gaten van waar zijn de bevers gebleven. Nou, er lag een lange hoofdgang met een kabel langs heel de weg gegraven. En we zijn aardig op diepte geweest. Je ziet dus hier van 1 nacht op de rechtse foto boven dat die bever alle modder weer al naar het nest gesleept heeft om het dicht te slepen. En hier zie je onderin zie je op een gegeven moment, hij zwom ook steeds langs. Hij kwam steeds kijken, wat zijn jullie aan het doen hier? Waar zijn jullie mee bezig? Ga je mijn huisje vernielen? En hier zie je de resultaten van de eerste burg die we opgegraven hebben onder de weg. Het is gewoon 1 loopgraven. Gedeelte onder de weg, het was ongeveer over een 50 meter, was alles ondermijnd. De wegenscan in beeld gebracht, nou dit werkt gewoon niet. We hadden heel veel locaties waar we dachten dat iets zat, maar er zat gewoon niks. Dus dat geeft eigenlijk geen resultaat en dat kan eigenlijk afwijkend rapport. Nou, de eerste drie weken hadden we dit zeg maar als schadebeeld in het stukje weg zitten. Van ja, wat is hier aan de hand? En je ziet wel, dat was aardig ondermijnd. Het voordeel was, het was een doodlopende weg en we konden hier dus alle tijd aan besteden en dat wilden we ook, om alles, en dat hadden we ook afgesproken met de provincie, en daarom was die samenwerking ook zo belangrijk dat we dit bereikt hebben. Later hebben we het groot aangepakt, hebben de weg er helemaal compleet uitgefreesd en opgegraven en toen kwamen er nog 4 plaatsen tegen waar ze dus actief waren. We hebben de hobbel opgegraven, steeds gecontroleerd, wat is er aan de hand, alles afgedicht en we zijn daarna aan het werk gegaan. En de weg weer opnieuw geasfalteerd. En die kon weer vrijgegeven worden. Maar we waren er nog niet. Maar welke maatregelen kunnen we treffen om dit te gaan voorkomen? Bevers vangen en verplaatsen. Waarheen? In Zuid-Holland hebben we nu beslist, we gaan geen bevers meer vangen en verplaatsen in Zuid-Holland. Want de populatie bij ons is gewoon uit de hand aan het lopen. Bevers doden. 9 bevers in dit stukje. Dat kunnen we niet gaan verkopen. Dat gaat hem echt niet worden nog.
Slootkant beschermen, dat is een optie. Daar kunnen we misschien wat mee doen. Kunstbouwen aanleggen in natuurgebied. Deze optie hebben we ook besproken. Dus de zoogdiervereniging ook bij betrokken. Wat kunnen we aan? We hebben hier gekozen voor de Prolog kunststofbeschoeiing. En waarom? Omdat we natuurlijk een bescherming moesten hebben van de kant. En we moesten een opsluiting hebben van de grond, zeg maar, langs de weg. En we hebben deze een meter onder de slootbodem gedrukt. Gekozen is voor kunststof, omdat het duurzaam is. Een meter eronder gezet. En aanleggen van kunstbouwen. We hadden ook afgesproken, we moeten proberen om die bever straks ook de kans te geven dat hij aan het natuurgebied verder kan. Want we moeten hem beschermen. Hij is beschermd, we mogen er niks mee. Nou, we hebben 4 kunstburgten aangelegd. En het heeft geresulteerd dat hij nu de wilgen die wij aangeplant hebben al voor 1/3 afgeknaagd heeft. Dus hij leeft rond de kunstburg. We zijn benieuwd, wat gaat er gebeuren? We hebben ook de kosten in beeld gebracht. Gemaakte uren van de provincie, Muskratenbeheer, wij zelf, diverse collega's, dat resulteerde al in €24.000 kosten aan uren die we er geweest zijn. De aannemers, onze calamiteitaannemer, 25.000, reportagefoto's. De wegenaannemer, 35. Tweede gedeelte om te asfalteren, 8.000, de wegenscan van 3.500 en een beschoeiing van bijna 1 ton. En aanleg van beverburgten, ook nog €5.300. Totale kosten, 1 casus, 2 ton. Wie betaalt? Waterschap Hollandse Delta, wij met z'n allen. Hoe nu verder? De verspreidingskaart van de zoogdiervereniging heeft aan dat we nog meer bevers krijgen. Het beverprotocol is niet passend op ons gebied. Waarom niet? De bevers die bij ons in het gebied zitten, die zien we wel, maar we weten niet waar de burg zit. Er zijn wel een aantal burgen in beeld, maar de meeste burgen zitten bij ons in zomerkaders of in boezemkaders. En dat is het gevaar bij ons. We weten niet waar we ze aan kunnen treffen. We moeten een ontheffing tot stand laten komen. We hadden nu een opdracht. We hebben nog steeds een opdracht. En de opdracht is ook deze week weer een rechtszitting geweest. En die hebben we verloren. Het doden van bevers in Zuid-Holland gaat voorlopig niet gebeuren. De rechter heeft gezegd, er is geen beverfaunaprotocol of faunabeheersplan. Daar zijn we druk mee bezig en het beverprotocol moet aangepast worden. En we hopen dat eind dit jaar in te dienen. Maar onze juristen van de faunabeheersinheid, die zullen dat ook eerst na moeten kijken. Of dat we straks een passend faunabeheersplan bevers kunnen op de kaart kunnen zetten, om dus op te kunnen treden. Registratie centraal, dat was ook een probleem waar ik tegenaan liep. Onze muskrattenvangers, die registreren de bevers die ze tegenkomen, de burchten die ze tegenkomen, de sporen die ze tegenkomen. En waar was ik achtergekomen? Die jongens die willen ook hun eigen werk blijven doen. Want dat bleek ook in onze burcht aan de Brienesweg, daar bleken ook nog 3 jonge muskratten in te zitten. De muskrattenbestrijders zijn met z'n allen bang, als heel Nederland onder de bevers zit, dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Want wij mogen van 1 mei tot 1 september 500 meter rond de beverburcht geen muskratten meer vangen. En we zien overal bevers, maar ze staan niet op de kaart. Dus ik heb ook uitdrukkelijk vanuit het waterschap naar het muskrattenbeheer seinen gegeven. Jongens, ga registreren, laten we het in beeld brengen. Laten we zien wat er aan de hand is. Meldplicht bij collega's. Ja, veel collega's weten waar bevers zitten, maar het werd niet gemeld. We hebben gewoon gezegd, het moet gemeld worden. We willen ze in beeld hebben. Inventariseren. Waar zitten ze? En controle op beverschade. Sinds dat ik vorig jaar in maart hieraan begonnen ben, heb ik al 15 casussen binnen Hollandse Delta gehad op schades. Vorige week, in januari, hadden we bijna een dijkdoorbraak bij de Merwede. Hebben we op 1 meter na dat de bever aan het graven was, hebben we kunnen redden. Vorige week hebben we de sloot leeggemaakt. Op 100 meter sloot zaten 15 burchten of 15 pijpen gegraven. Hoe gaan we dat oplossen? En dat is precies op de locatie waar we de bevers in 1988 uitgezet hebben. Ja, wat gaan we eraan doen? Tijdig scannen van de waterkeringen en met warmtebeeld gaan observeren en uren vrijmaken. Er was niks geregeld binnen Hollandse Delta. Ik wil ook alle waterschappen die bevers hebben, zorg dat er beleid gaat komen, zorg dat we het gaan regelen. Wij zijn achter de dingen aan het aanlopen nu om de zaak geregeld te krijgen. Het is nu voor mij dan 1 april geregeld. Er zijn 2 systemen gaasdrukkers in Nederland. De eerste is met rollengaas en de 2e is van Duik Protection en Hugo zit hier ook binnen. Hugo, ik heb ze meegenomen, dus ik geef jullie allebei de kans
En ik denk dat er voor allebei werk genoeg is straks. En hier zwemt het jong. En dit was mijn presentatie, of er nog vragen zijn. Dankjewel Jan. Waar ik bij Cindy toch nog wel voornamelijk enthousiasme hoorde over de baby, hoor ik hier vooral heel veel zorg. Ik ben benieuwd wat dat met de zaal heeft gedaan. Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verhaal van Jan? Movaris, je noemde de Merwede. Hoe ver zaten we af van een dijkdoorbraak en wat was het gevolg geweest? Het water stond 20 centimeter onder de kruin, want het was ook springtij. En ik werd 's maandags ingelicht door het muskelrattenbeer. Dinsdag wezen kijken. En toen hebben we ook gelijk opgetreden, gemeente bijgehaald. Het was een kader van gemeente Dordrecht. Die gemeenteambtenaar die weet helemaal niet wat bevers zijn, dus die denkt, joh, het valt wel mee. We hebben aangegeven, het was precies de overstromingsplaats. Het was ook een overstromingsgebied van de Merwede. Dus het was officieel wel een plek waar de Merwede over mocht stromen. Alleen precies op de laatste plaats waar het overstroomde, zat ook de Beverburg. Dus daar hadden we een dijkdoorbraak gehad. We praten over 5 ton schade, hadden we geschat. Maar ook het gevaar was, het park loopt de hele dag vol met publiek. Er staan auto's geparkeerd. Hoe gaan we daarmee om, een stukje veiligheid? Ik ben toch s'avonds 11 uur bezig geweest met de provincie en de omgevingsdienst om ontheffingen rond te krijgen om de andere morgen die burcht open te krijgen. Om dus actie te krijgen, want het is niet zomaar geregeld. Elk waterschap, je moet lid zijn of van een wildbeheerseenheid om een ontheffing rond te krijgen. Dus alle WBE's in je werkgebied moet je bij aangesloten zijn. De provincie moet toestemming geven, je moet officieel een dag van tevoren een melding maken. Wij doen het vaak telefonisch om ze er gelijk bij te halen. We zijn nu zo ver in Zuid-Holland dat de samenwerking zo goed is door deze casus met hun op te trekken, dat ik eigenlijk binnen 3 uur nu de zaak geregeld heb. Dus binnen 3 uur kunnen we optreden. En dat is heel mooi. En ik denk dat elk waterschap dat eigenlijk op de plank moet gaan hebben liggen, dat we actie kunnen ondernemen. En dat is er niet. En is bevoegd gezag voldoende bemenst om snel te acteren? De FBE geeft, we hebben een opdracht, een landelijke opdracht, of tenminste een provinciale opdracht liggen binnen Zuid-Holland. En binnen die opdracht kan ik met de FBE, zeg maar, de faunabeheerseenheid schakelen. En de omgevingsdienst hoef ik alleen maar te informeren. En of dat ze nu wel of niet komen, dat is geen probleem. En Martin en ik mogen zelf beslissen wanneer het gevaar is. Maar we proberen alles, formulieren in te vullen. Net als de gemeente, die moest een brief maken met schade. De veiligheid, moest allemaal getekend zijn dat we geborgd zijn. Want we gaan niet ons vingers daaraan branden. En dat is heel belangrijk, dat je al je regels volgt. Helder. Dankjewel. Zijn er nog andere vragen of reacties? Ik zal de microfoon naar uw kant op brengen. Maar in de tussentijd geef ik even een reactie aan de mensen thuis, die actief meekijken en ook actief meeschrijven. Ik heb hier een iPad in mijn hand en ik krijg de vragen binnen die mensen thuis stellen. En ik ben er ook alert op. Ik zal de iPad zo de hele tijd in het oog houden. Een van de belangrijke vragen die gesteld is, worden onze vragen gelezen? Ja. Tweede vraag is, kunnen wij de video-opnames terugkijken? Ja. Worden de presentaties gedeeld? Daar zal ik naar vragen, maar ik vermoed dat het Kenniscentrum Bever alles in het werk zal stellen om deze presentaties te delen. Dank u wel. Harvendijk Prodeel. Je gaf in je presentatie aan een van de laatste sheets ook dat je idealiter de Bever-protocol zou willen aanpassen. Daar heb je natuurlijk allerlei smaken in. Maar wat zijn dan, zeg maar, dingen die je zou willen meegeven? Wat zou wenselijk zijn? Even los van wat we misschien zou kunnen. Nou, we willen ten eerste nul optiegebieden hebben in boezemkaders. Dus dat we daar nul opties hebben, want we weten gewoon niet wat gevaar is. We hebben bij ons binnen Hollandse Delta een aantal boezemwateren liggen. Als die doorbreken, dan staat er gewoon een paar duizend mensen in het water. Dat kost miljarden. En wat is dan een nul optie, Jan? Even voor degene... Ja, geen bever in dat gebied. En hoe we dat op gaan lossen straks, ik weet het niet. Want ja, vangen is geen optie meer bij ons, want er is geen plek meer om hem uit te zetten. En doden is, mag niet. En dat willen we ook niet. En dat staat ook niet voor in ons boekje, maar dat moet beheerst worden. Er moet een beheersplan komen. We moeten iets. En het Beverprotocol hebben alle besturen van de waterschappen netjes getekend dat het waterschap de kartrekker is. Maar waar we tegenaan lopen, dat de gemeentes daar ook problemen mee heeft. En Rijkswaterstaat heeft problemen mee. ProRail heeft het probleem mee. En die zijn in het Beverprotocol daar niet in meegenomen.
Die zijn wel in het protocol meegenomen, maar in de ontheffing niet. De ontheffing of de opdracht ligt alleen maar bij het waterschap. Dus wij zijn altijd NZ. En dat zijn dingen die veranderd moeten worden. En er zijn ook kaders. In Dordrecht hadden we een zomerkade. En dan maakt de omgevingsdienst bezwaar op. Het staat niet vernoemd in de bevenprotocol en in de ontheffing dat je in zomerkaders op mag treden. Dus dan moet je het weer op veiligheid gaan bouwen. En je moet alles onderbouwen om aan het werk te gaan. En we moeten gewoon een werkbaar protocol krijgen. En waar we steeds tegenaan lopen, elk waterschap is zijn eigen protocol aan het maken, of zijn provincie. Waarom kunnen we niet landelijk een plan maken waar we allemaal belang bij hebben, zowel de zoogdiervereniging, zowel de waterschappen, ProRail, gemeentes, dat we een werkbaar protocol hebben. Iedereen is zijn eigen dingetje aan het doen. Dat is zo jammer. Zo eens kijken, Jan, wat er in de zaal zit. Wie is er van een waterschap aanwezig? Nou, die vrienden zijn, hè? Dit gaat goed. En wie is er aanwezig van een gemeente? Ja. Volgens mij twee meneren, hè, daar achterin. Dat is een beetje mager. En van de provincie? Oh, houdt niet over. Ik denk dat er nog wel wat zendingswerk te doen is. Mijn taak binnen Hollands Delders nu is alle gemeentes in te gaan informeren. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, ProRail. Er moet gewoon heel veel gedaan worden. Ja. En als we dat niet gaan doen, dan krijgen we ook geen beheersplan van de grond. Denk ik. Precies. Ja? Dus, en als we het even terugpakken op die bewustwording, ik kijk even naar de zaal. We hebben nu twee casussen gehad, er komen er nog twee. Maar wie zegt, en daar mag je dan even voor gaan staan, wie zegt, ik heb nu al heel veel geleerd en mijn bewustwording is gestegen. Gewoon om even te kijken of we goed bezig zijn met elkaar. Willen die mensen even gaan staan, die echt iets hebben geleerd en denken nu weet... Nou Jan, kijk, je staat hier niet voor niets. Dank jullie wel. En van de mensen die zijn blijven zitten... Die zijn natuurlijk niet voor niets gekomen. Die komen niet om te horen wat ze al wisten. Dan wil ik graag van één iemand die echt pontificaal bleef zitten, horen wat die nog graag zou willen horen. Want dan moeten we natuurlijk zorgen dat dat gebeurt. Dat er niemand is die hier voor niets is heen gekomen. Ik ben Mariette van Rooij, beleidsadviseur natuur bij ProRail. Ik ben vooral heel erg geïnteresseerd straks in de preventie, hè, wat we kunnen doen. Want dat is natuurlijk het mooiste. En ik ben alleen bang dat dat heel veel geld gaat kosten. Maar als we daar nou iets moois voor kunnen vinden... Oké. Carla, mag ik daar even op aanmaken? Zeker. Dit is ook precies wat er in de chat genoemd wordt. Mensen vragen van, is niet preventie het eerste waar we aan moeten denken met z'n allen? Dan hebben we ook gelijk het luchtvaartprobleem opgelost. Dus het zou mooi zijn als provincies eenzelfde werkwijze hanteren. Dat is één opmerking. En de andere is... Er moet een relatie zijn tussen de calamiteitenwetgeving versus de natuur- en flora-wetgeving. Bij het dreigend geval prevaleert de calamiteitenwetgeving. Dat is een opmerking die aangeeft, ja, als er een gevaarlijke situatie is, moet je onmiddellijk handelen. Ik denk dat dat een van de dingen is die nadrukkelijk al jaren door de mensen van het kenniscentrum Bever wordt geroepen. Er is een groep partijen achter het kenniscentrum Bever, ProRail, Rijkswaterstaat, etc. en de zoogdiervereniging. Die nadrukkelijk uitdragen bij goed beverbeheer, adequaat ingrijpen. Onmiddellijk handelen als de veiligheid in het geding is. Dus ja, calamiteitenwetgeving prevaleert. We moeten ongelukken voorkomen. Heel erg belangrijk. Ja, en ik denk ook, die preventie waar we over praten. Ik heb nu een kade waar ook bevers in zitten. En die is heel gevaarlijk. Dat kost 3 miljoen om daar een wering aan te brengen. En daar zijn we in principe zijn we daartoe verplicht straks. Maar... Alle partijen bij ons, iedereen is groen aan het stemmen. En we willen allemaal meer biodiversiteit en meer bevers in ons gebied hebben. Maar bij welk waterschap kan ik straks 5 miljoen op de begroting zetten beverbeheer? Wie gaat daar een antwoord op geven? Ik denk van niemand meer. Dus wij hebben gezegd, laat maar fout gaan nu een keer. Laten we maar ergens onder water gaan. En ik denk dat we een heel ander beleid gaan krijgen. En ik denk dat ProRail het nog veel meer naar buiten moet brengen. En ik hoop niet dat er een trein ontspoort. Maar aan de andere kant denk ik, laat het maar een keer fout gaan. Ja, nou dat klinkt wel iets anders dan preventief. Anders krijgen we geen beleid in Nederland. Ik zie ook een heftige knik. Dat lijkt ons dan weer niet de bedoeling, denk ik. Nee. Maar wel een goede, volgens mij, het gesprek waar vandaag een beetje over gaat. Ik zie dat er nog één iemand in de zaal een vraag heeft. Alfred Meuse, Farbeer in het Limburg. Ik heb een inhoudelijke vraag. U zei net van, ja, ontheffing voor doden gaan we niet krijgen. De provincie Limburg, die hebben al een aantal jaren de ontheffing tot het doden van bevers binnen de kaders van de wet... Is het nu in dit geval het probleem dat het proces nog niet zover is, dat gewoon alles, de goede onderbouwing, vervolgens aanvragen en de verlening van de ontheffing het probleem is? Of is het probleem dat de ontheffing verlenen, dus de provincie, de staat en het college,
niet willen dat die ontheffing afgegeven wordt? Is het een politieke keus of is het gewoon het traject wat nog niet helemaal doorlopen is omdat de onderbouwing nog niet rond is? Nee, de ontheffing was er. Die was afgegeven door de provincie. Er is toen bezwaar op gemaakt. Ik weet niet welke partij, volgens mij kritisch fauna weer. Er is toen een opdracht van gemaakt. En Animal Rights heeft op die opdracht heeft die nu weer bezwaar gemaakt. En daarvan heeft de rechter nu gezegd. In Zuid-Holland, Waterschap Delta heeft nu, geloof van 12 of 13 casen aangebracht vorig jaar waar we schade hadden. We hebben ongeveer 3 ton heeft dat gekost. De rechter zegt van, joh, dat is nog betaalbaar. Dat is nog te doen voor heel Zuid-Holland. En jullie hebben geen goed onderbouwd beverbeheersplan. En we zijn dus nu echt bezig om de beverbeheersplan op tafel te krijgen met z'n allen. En daar zijn ook die casussen van ons in meegenomen. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat iedereen meldt als er schade is. Dat het op papier komt. Anders gaat die rechter daar nooit in mee. Ja? Helder. Volgens mij waren dat de vragen uit de zaal. Daan, zijn er digitaal nog dingen binnengekomen? Er is hier nog 1 vraag uit de zaal. En er zijn digitaal dingen binnengekomen. Hoewel het heel goed is voor de bewustwording... dat je aangeeft, laat het maar een keer fout gaan. Het is niet het officiële standpunt van het waterschap. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Maar... Gerrit-Jan van Dijk, Drenthe Gebruikse Delta. Je zei net, zeg maar, van nou, schade. We zijn waterschap, we zijn met dijken bezig. We zijn ontzettend veel dijken aan de toetsen. En er moet van alles gebeuren aan de dijken. We zijn als Nederland BV, zeg maar, daar bereid om heel veel geld te investeren... Nou, ik bedenk, er moet toch wel 0,1% van dat bedrag meegenomen kunnen worden, zeg maar, om preventieve maatregelen voor de bever direct mee te kunnen nemen. Dat moet toch kunnen? Nou, we zien ook het gevaar niet in onze primaire waterkeringen. Er waren een aantal mensen bij ons intern die zeiden van alle primaire waterkeringen moeten we aandienen als nuloptiegebied. Daar heb ik van gezegd, we kunnen al onze primaire waterkering in Zuid-Holland niet aanwijzen als een gebied waar we geen bevers willen hebben. Want dat is heel Zuid-Holland rood. En dan gaan we de planten nooit erin krijgen. We moeten echt het gevaar aantonen. Waar zijn mensen in het gevaar? Wat is de veiligheid? En dat zijn die boezemkaders. En daar moeten we op hanteren. Maar is het en daar kunnen we misschien de preventieve maatregelen op aanvoeren. Ja. 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 Dus eigenlijk komt hier een soort aanbod. Zo voel ik dat dan wel een beetje. Van, zou je daar niet op mee kunnen liften eigenlijk? Ja, ja, ja. Die kant zie je wel. Nog digitale vragen? Nou, er is in ieder geval een melding van de organisatie dat we koffie kunnen drinken om 21:50. Maar ik heb inderdaad nog een melding. Deze melding komt vanuit de zaal van Filma. We hebben zometeen na de lunch ook een presentatie over de hoogwatervluchtplaatsen. Daar wordt uitdrukkelijk ook ingegaan op preventieve maatregelen. Dus het is denk ik heel erg relevant als u na een nog 2 casussen en een lunch uitdrukkelijk de aandacht heeft voor Filma Dijkstra, specialist van de zootievereniging, toch een beetje de guru. Mede goede van het bevenbeheer hier in Nederland. Non-verbaal reageert in beven. We krijgen de kans.